zou nu graag de deelnemers aan het filosofisch... Ja, officieel de formule is filosofisch quintet. Maar het wordt vandaag natuurlijk eigenlijk toch een sextet... omdat we met 6 mensen achter de tafel zitten. Clary Polak, jij bent de leider daarvan. Dus ik geef jou zometeen het woord. Maar ik zie eerst jij gaat daar zitten, neem ik aan. Nou ja, jullie hebben al een tafelschikking bedacht. Nou, Clary is natuurlijk zeer bekend als... gedreven interviewer en aan allerlei programma's al jarenlang. Ad Verbrugge doseert aan deze universiteit filosofie. Sinds kort ook de bijzondere hoogleraarschap in Zuid-Afrika. Dat is net bekend geworden. Dus dat zijn de extra gasten die nog niet geïntroduceerd waren. Clary, ik geef jou graag bij deze het woord. Goed, Clary, bij deze... Ja. Dat gaat ongetwijfeld mis, maar dat zullen we dan wel weer zien. Ja, nou, Ad Verbrugge en mij is inderdaad verzocht om naar aanleiding van vandaag met de sprekers na te filosoferen over het thema van vanmiddag op de manier zoals we dat in het filosofisch quintet van Human plachten te doen. Waar luisteren, Jeroen, even belangrijk is als spreken en de gronden het motto is en niet het twistgesprek. Dat is de houding waarmee wij dit gesprek aangaan. Nou, Adam Smith, zijn naam is al gevallen, Schotse moraalfilosoof, pionier op het gebied van de politieke economie, vader van de moderne economie, denk ik dat je hem kunt noemen, die schetste al de contouren van een geheel geglobaliseerde wereld waarin iedereen met iedereen handel dreef en zo iedereen er qua levensstandaard op vooruit zou gaan. Voor Smith was de vrije markt duidelijk een aanjager van het goede leven, of in elk geval van een beter leven. En daarom is de vraag aan jullie in dit gesprek. Als de vrije markt erop gericht is om het goede leven te dienen, hoe komt het dan dat het zo vaak ontspoort? Denk daar even over na. We gaan het opbouwen, het gesprek, dus hoeft niet meteen een antwoord te geven op deze vraag. Want Ad, ik ga met jou beginnen, want jij bent de enige die nog niet aan het woord is geweest. Wat is het goede leven? Wat wordt daarmee eigenlijk bedoeld? Ja, er zijn vele antwoorden op in de loop van de geschiedenis. De klassieke antwoord zoals wij hem kennen in onze traditie is die van Plato en Aristoteles. Ik kwam eigenlijk ook al even vandaag voorbij met de idee van een intrinsieke motivatie. En daarin is de gedachte dat geluk gelegen is in de zelfverwerkelijking. Dus de menselijke natuur, eigenlijk die tot ontplooiing wordt gebracht, tot bloeien wordt gebracht. Voor Aristoteles ligt het geluk dan in de activiteit, de energeia, van het handelen zelf. Dus in de handeling zelf zijn wij gelukkig. Zoals de pianist de echt pianist wordt in het piano spelen en daar ook van geniet. Zo zouden wij in het goede handelen eigenlijk onszelf ontplooien. En wat is dan de kwaliteit die daar ons toe in staat stelt? En dan zijn we bij het onderwerp van vandaag, de deugden. Waarbij eigenlijk zijn definitie is de volkomen deugd die alles in zich opneemt. En dus in die activiteit, in het rechtvaardig zijn, geniet ik eigenlijk ook van die rechtvaardigheid. En daarin ligt mijn geluk. En het idee is dat wij dus de wereld zo moeten creëren dat die menselijke natuur tot bloei kan komen. Dat is de Aristotelische of Griekse gedachte eigenlijk van de politicus. Ja. En als je dat zou verbinden, want dat doen we vandaag, met de markt, met de manier waarop we onze economie op dit moment inrichten. Wat zijn dan die deugden? Nou ja, wat zou jij verstaan onder een markt die er op gericht is om dat goede leven te ontwikkelen? Ja, nou ja, dan hebben we het meteen te maken natuurlijk met een andere wereld. Hè? Niet de Griekse wereld, dus dat zit ook even iets anders in elkaar. Zeker niet de huidige Griekse wereld. Zeker niet de huidige Griekse wereld, nee. Maar wat je wel kunt zeggen is dat de markt een eigen ruimte is geweest die wij in vanaf de middeleeuwen, maar ook zeker in de periode daarna hebben opgetuigd. En wat was daarbij het streven of het gedachte? En zo is hij later ook in de filosofie wel terechtgekomen. Idee dat juist door een markt wij niet meer gebonden zijn aan familieverhoudingen. Zodat het zoontje van de boer weer boeren wordt van de molenaar. Maar dat we een domein binnentreden waarin eigenlijk persoonlijke vrijheid wordt gerealiseerd. Zodat je eigen talenten kunt ontplooien. Dus bij Adam Smith zie je ook het idee dat bijvoorbeeld overgeërfde rijkdom als iets slechts wordt gezien. Het is juist door zelf te werken, maar ook om de gelegenheid te hebben
te hebben om zelfstandig te kunnen werken. Daardoor kunnen wij ons ontplooien. En wat gebeurt daar, en dat is het ingenieuze. Doordat we die ruimte binnenkomen, die ruimte op een bepaalde manier is gerealiseerd, moeten we ons gaan afstemmen op de behoeften van anderen. Dat is een goed functionerende markt. De bakker kan niet zeggen, nou, ik ga mijn zus en zo brood bakken. Nee, hij moet zich gaan richten op de smaak van anderen. Wat betekent dat? Dat er een idee ontstaat van socialisering. Ik ga rekening houden met wat de ander eigenlijk van mij vraagt. Socialisering, met daarbij horend ook een idee van natuurlijk van eigenlijk rechtvaardigheid. Hè, want je moet wel zorgen dat je je klanten tevreden houdt enzovoort. Dus eigenlijk is daar het idee van arbeid in plaats van handelen. Van arbeid heel belangrijk. Een identiteit die je kunt krijgen. En ook dat je socialiseert, afstemt op anderen. Dat is idealiter eigenlijk de interpretatie van die goede markt. Ja, en tot zover is er ook niks aan de hand. Maar het ideaal, daar zijn we nogal ver vanaf, geloof ik. Ja. Ik wil eigenlijk van de anderen hier aan tafel wel weten, nou eens even weten of jullie het eens zijn met deze uiteenzetting van Ad. Of jullie daarin mee kunnen gaan, of jullie daar een beeld bij hebben. Nou, ik vind hem wel op een heel hoog abstractieniveau, eerlijk. Nou, dan gaan we het nu concreter maken. Het is filosofie, hè? We maken hem wel concreet. Dan gaan we het nu concreter maken. Het moet wel bruikbaar blijven. Ja, dat is het ook, hoor. Nou, het Wellink, dan ga ik meteen aan u vragen. Hoe ziet uw eigen functioneren in dit verband? Als voormalig... Het lijkt mij een hele concrete vraag. Ik vind hem vrij abstract. Althans in relatie tot het voorgaande punt. Want ik had over het voorgaande punt juist willen zeggen... Kijk, een van de problemen is... We kunnen nog steeds bij Adam Smith beginnen... En met de vrije hand, enzovoorts, enzovoorts. Maar de markt zijn de ontmoetingsplaats is steeds verder geanonimiseerd. Dat is een groot probleem. En de markt roept resultaten op die in veel gevallen niet meer door samenlevingen kunnen worden geabsorbeerd. Je hoeft maar te denken aan de globalisering en de effecten daarvan in verschillende landen. Dus ik had willen aansluiten... bij de vorige spreker, maar als hij me nou dwingt... Zeker. Ja, en wat moet ik dan precies in dit kurslijf doen? Nou ja, ik ben heel nieuwsgierig naar dit hele verhaal... hoe u het, die deugden waar het over gaat... het afstemmen of het ontwikkelen van je eigen talenten... en het vooral het afstemmen op andermans behoeften... Ben ik allemaal voor? Ik vraag niet of u ervoor bent, ik vraag hoe u dat in uw eigen professionele leven hebt ingevuld. Nou, ik ben er dus, wil ik toch even zeggen, ik ben er helemaal voor. Alleen, en dan kom ik terug bij wat ik in wezen probeerde over te brengen in een eerdere fase. Je moet met de benen op de grond blijven staan. En dat heb ik in mijn professionele leven voortdurend proberen te doen. Ik wil geen van de collega's beledigen, maar dit is filosofisch. Analytisch. Het is zo dat makkelijk. Dat is de bedoeling van dit gesprek. Ja, daarom. Nee, maar ik blijf dus binnen de bedoeling van het gesprek. Je kunt ontzettend makkelijk tegen te veel regelgeving zijn. Maar ik denk een echte bijdrage aan die discussie zou geleverd worden. Door eens precies uit te spellen tegen welke regelgeving je precies bent. Zal ik een voorbeeld noemen? Nee, geen voorbeeld. Nou, jawel, want je vraagt erom. Geef nou eens één voorbeeld dat je niet zou moeten hebben als regelgever. In de Europese regels voor kapitaalvereisten voor banken, CRD 4, jou wel bekend, staat een fascinerende regel die zegt dat de Europese toezichthouders technische standaarden voor eerlijkheid en integriteit moeten gaan ontwikkelen. Ik moet even goed over nadenken. Technische standaarden voor eerlijkheid en integriteit. Ik weet bijvoorbeeld niet wat dat betekent. Ik heb geen idee, maar ik denk dat men vermoedt dat je daar regels voor kunt maken. En je nou een voorbeeld wil van excessief regelen... Ja. Of het denken dat je met regelgeving eerlijkheid en integriteit... op zo'n manier kunt gaan bewerkstelligen... Klopt. Dan schiet je helemaal uit de bocht. Klopt. Er zijn dus veel regels te verzinnen waarvan je moet zeggen... dat uit de bocht geschoten wordt. Ik ben ook blij dat dit na mijn voorzitterschap van het Baselscomité pas aan de orde is gekomen. Maar mag ik een andere regelgeving noemen die ontzettend arbeidsintensief en kostbaar is? Statistieken. Geharmoniseerde statistieken die bijvoorbeeld informatie geven over alle relaties tussen alle financiële instellingen. Ik ga jullie onderbreken.
Want het is niet de bedoeling van dit gesprek dat wij nu alle regelgeving gaan uitdiepen. Het is de bedoeling van dit gesprek dat wij ons verdiepen in de deugden die mogelijk of in feite aan een goede markteconomie zouden kunnen bijdragen. Er werd eerder gezegd, Jeroen, was geloof ik door jou ook, dat er nauwelijks aandacht is in de opleidingen voor esthetische aannames onder de economie. Het is de bedoeling van dit gesprek om het daarover te hebben. Dan kunnen we, als we daar tijd voor hebben, dat allemaal uitwerken in regelgeving. Maar ik wil het juist graag filosofischer houden. Sorry. Daarom ga ik nu... Filosofisch, hè? Ja. Moet je het goed realiseren. Daarom ga ik nu even naar Jeroen. De vraag was net van waar gaat het dan mis in die markt? En dat is eigenlijk, denk ik, simpel. Dat heeft te maken met het idee dat er schaarste is. En dat de wereld een plek van markt en strijd is. Waarin sommigen winnen en anderen verliezen. En dat de angst overheerst dat je verliest. En dat je niet genoeg krijgt. En dus dat is, denk ik, waardoor heel veel misgaat. In combinatie met een opmerking net van Lieke, vind ik ook heel mooi. Komt trouwens ook terug in het werk van Adam Smith. Dat is het ontbreken van zingeving door specialisatie. Dus dat zijn volgens mij twee hele belangrijke elementen waardoor mensen het voor zichzelf kunnen verantwoorden om wat ze van hun moeder hebben geleerd over goed en slecht, om dat even te parkeren. Dan Ariely inderdaad. En de ruimte daarvoor wordt bepaald door het gedrag van de baas. Als de baas het doet, nou, dan kan ik dat ook wel doen. Maar daar vinden we dus ruimte bij onszelf. Een voorbeeld misschien. Bankiers vinden dat ze recht hebben op een beloning in vergelijking tot wat andere bankiers. Hè? Dus in die vergelijking. Dat zijn vaak obscene beloningen, heel hoog. En dat verantwoorden ze dan weer. Dus zeggen we, ja, maar als ik die bonus binnen heb, ga ik een weeshuis in Nigeria beginnen. En dan heb ik toch het goede gedaan, zeg maar. Hè? Dus het loskoppelen van het goede, hè? Ik ben goed, maar dat doe ik dan... Dat doe ik dan op een andere plek, zeg maar. En wat vervolgens dan ook de verantwoording... Ik heb nog heel goed herinneren, lang geleden in 1992... dat er een bankier van mijn leeftijd... die was net begonnen bij het FD, ik verdiende 3800 gulden per maand. En die vent had een bonus van $1 miljoen gekregen. Die was diep... woedend was hij. Die was ook 28 in New York. En die zei, het is verschrikkelijk. Want ik heb mijn collega's die echt minder geld voor de bank hebben verdiend... maar die hebben van mijn baas $1,5 miljoen gekregen. He, en dat vind ik eigenlijk heel interessant om dat ook aan jullie voor te houden. Kan je je daar iets bij voorstellen? Ik kan me daar eerlijk gezegd iets bij voorstellen. Bij die woede. Het is obscene, want $1 miljoen bonus is een hoop geld. Maar als je weet dat de baas jouw collega $1,5 miljoen heeft gegeven, dan zit er iets van onrecht in. He, dus dat soort mechanismen, markt, strijd, angst, vergelijking... Ja. Maken dat het niet altijd even optimaal en eerlijk vergelijkt. Ja, misschien toch even, want de heer Welling begreep niet helemaal mijn inzet. De vraag was, zo even, op wat voor manier is in de traditie dat goede leven verbonden met de markt? Ik gaf daarop antwoorden, waarbij ik kan zeggen, nou, het vrijheidsidee, het idee van socialisering. Dat natuurlijk abstract is, dat is evident. Tegelijkertijd merk u terecht op, ja, maar we zitten in een complexiteit waarin we een heel ander krachtenveld zien. En wat proberen we nu eigenlijk in kaart te brengen? Wat is de aard van dat krachtenveld? Wat gebeurt daar dan? En dat is het eerste. Nou, misschien is die financialisering, ook waar Jaap Winter over sprak, die 1993, misschien wel één onderdeel daarvan. Dus wat gebeurt er in dat krachtenveld? Hoe werkt dat in op houdingen van mensen? En wat gebeurt er dan, om bij uw sector te blijven, dat een bankier kan worden beloond, omdat hij een aantal... hypotheken heeft afgesloten. En hoe meer die er heeft afgesloten, hoe hoger die beloning wordt. In plaats van de socialiserende kwestie, heb ik iemand een goede hypotheek afgesloten, waarin ik mijn functie als bankier, een zorgfunctie, heb vervuld. Namelijk dat ik hem bescherm tegen te grote risico's enzovoort. En dus daar wordt die hele abstracte vraag van socialisering en rekening houden met andermans belang, wordt dus kennelijk door de structuur en door de ordening, misschien wel door die bonussen, ondermijnt. En zodat je dus hele andere attitudes. Dus dat is even de... Dus ik had ook niet de illusie dat ik met dit verhaal de volledige economische werkelijkheid dek. Maar het gaat erom dat we die tendensen proberen te begrijpen. Nee, maar dat probeerde ik. Daarom ging ik niet in eerste instantie op de vraag in. Dat probeerde ik duidelijk te maken dat markt ontmoetingsplaats... Dat wat we gezien hebben, de markt was een ontmoetingsplaats. Daar kwam je buren tegen, daar kwam je... De boeren in het dorp tegen, daar kwam je iedereen tegen die je kende.
en het proces in de economie dat zich heeft voltrokken vanaf die primitieve economie naar de dag van vandaag, is een proces van volstrekte anonymisering. Dat is het woord wat ik heb gebruikt. En die anonymisering heeft tot gevolg dat er een stuk van, laat ik zeggen, verantwoordelijkheid, herkennen van allerlei dingen die positieve aspecten hebben verloren gaan. En dat heeft te maken met schaal, bijvoorbeeld. Dat heeft, ja. En met complexiteit van alles wat er in de wereld... En afstanden. Nou, typisch is overigens, wil ik één ding over opmerken, dat juist bij de moderne markt werd benadrukt de anonimiteit. En dat is kenmerkend voor de markt, ook al in de 16e en 17e eeuw. En hoe kon je dan juist in zo'n context, hè, waarin we ook in de 16e eeuw al die schaalvergroting zien, op een goede manier een markt tot stand komen? Fukuyama schrijft er ook over. Dat is juist door een morele orde waarin vertrouwen een rol speelt. En de vraag is nu, wat is er met vertrouwen aan de hand? En zijn we niet iets aan het ondermijnen? Niet alleen door die anonimiteit, maar is er niet iets anders aan het ontstaan daarbinnen? Fieke van der Lek, wil je daar iets over zeggen? Ja, ik worstel met het idee dat de markt tot socialisering zou leiden, omdat partijen zich dan moeten afstemmen op de behoeften van anderen. Omdat ik zie dat die anderen niet altijd hun eigen behoeften kunnen articuleren. In de pensioensector komt dat erg veel voor. We weten allemaal dat als je gaat beleggen, dat je rendement en risico tegen elkaar moet uitruilen. En er is nu mede ingegeven, overigens door een min of meer regel van de externe toezichthouders, opgelegd aan pensioenfondsbesturen, dat ze aan hun deelnemers moeten vragen hoeveel risico zij willen lopen. Wat dan uiteindelijk eventueel in een extra rendement zou renderen. En een aantal pensioenfondsbestuurders weigert dat, omdat ze zeggen, ja, dat kunnen we aan die deelnemers vragen, maar dat weten ze zelf eigenlijk ook niet. Terwijl ik wel een idee heb over wat zij eigenlijk zouden willen. En met de beste bedoelingen zit zo'n pensioenfondsbestuurder er dus enigszins paternalistisch in. En misschien heeft hij nog wel gelijk ook. Dat is echt een dilemma uiteindelijk waar je dan op uitkomt, van hoe ga je je dan afstemmen op die behoeften van anderen. En dat raakt dan aan vertrouwen, omdat, en ik bedoel dat met zeggen stop geleuter, niet zozeer dat je niet moet over nadenken wat is het. Jan-Peter en ik doen dat al sinds midden jaren 90. Maar wel dat het vertrouwen als zodanig niet altijd het probleem is. Het probleem is dat verwachtingen niet worden waargemaakt. En ook dat zien we in de pensioensector. Mensen iets beloofd kregen, dachten dat ze dat wilden. Misschien dachten pensioenfondsbestuurders ook wel dat ze dat wilden en het kwam niet en weg was het vertrouwen. En op die manier kun je die begrippen dus aan elkaar koppelen, maar is het probleem nog niet opgelost. Nou, het gesprek lijkt nu de kant uit te gaan van, andermans behoefte, dat is vaak heel moeilijk te onder woorden te brengen. Sterker nog, mensen kunnen hun eigen behoefte vaak al niet onder woorden brengen. Er is een anonimisering van de markt, heeft er plaatsgevonden, waardoor we door schaal en afstanden en complexiteit überhaupt niet meer rekening kunnen houden met anderen. Er is nu bijna een gesprek aan het ontstaan van, jongens, het is nu eenmaal zo. Alles is waar wat er over die markten wordt gezegd. En dat is nou eenmaal inherent aan hoe het zich heeft ontwikkeld. Ben jij het daarmee eens? Ik vrees voor een belangrijk deel wel. Dat je er heel veel over kunt zeggen, maar het is wel ontwikkeld waar het is, met alle goede intenties. Het punt wat ik heb gemaakt in mijn verhaal is, hoe meer je probeert het in de grip te krijgen met regels en prikkels anders stellen, hoe nog meer het afglijdt. Het wordt er niet beter op, het wordt er alleen maar slechter op. Dat is mijn toch wel een vrij sterke overtuiging. En dat als je wil proberen de dynamiek te veranderen, dat je in organisaties en tussen marktspelers iets moet veroorzaken dat het... En niet dat het vroeger allemaal zoveel beter was, want deze situatie die we nu hebben bestond vroeger gewoon niet. Zo'n marktomgeving, zo'n commerciële complexe omgeving heeft nooit bestaan. Dat we andere methoden moeten ontwikkelen om te proberen dat het kunnen vertrouwen op de ander, omdat de ander ook nadenkt over jou, om dat weer terug te krijgen. Het niveau waarop ik zit, denk ik, eerlijk gezegd, ik heb geen enkel antwoord voor hoe dat in de kapitaalmarkt bijvoorbeeld moet. Dat is zo'n complexe omgeving wereldwijd waar niemand aan een touwtje kan trekken. Als je nou maar dit zou doen, dan krijg je dat. Dat is gewoon niet waar. Het is te complex. Maar in organisaties denk ik dat in de soort verhalen die ik erover vertel wel een antwoord zit. Het type antwoord wat mensen dichterbij brengt om met elkaar, in jouw woorden, elkaar kunnen aanspreken. Ja, dan moet je woorden hebben, begrippen hebben waarop je elkaar aanspreekt. Zijn we nou eerlijk tegenover elkaar, naar onze klant toe of naar de aandeelhouder of de werknemer? Wat is nou integer? Jeroen, even Jeroen. Het gaat natuurlijk om
dat je de pijn van de ander niet voelt, hè, door die afstand, door die anonimisering. En nou ja, ja, doe een ander niet wat je niet wil dat je zelf geschiet, maar als je de pijn van de ander niet voelt, dan loopt die straat zeg maar dood. Wat ik interessant vind in deze tijd is dat we natuurlijk door automatisering, door internet, dat de verbinding weer hernieuwd wordt, vernieuwd wordt. Hè? Als in Bangladesh een textielfabriek in elkaar lazert en er komen 1100 arme mensen om die daar voor een habbekrats leggings in elkaar zitten te naaien voor de winkels waar wij onze boodschappen doen. En binnen 20 minuten weten we dat we net in zo'n winkel zijn geweest en dat we dus hebben bijgedragen aan de ellende daar. Dan zou je dus voorzichtig, misschien naïef, maar toch voorzichtig optimistisch kunnen zijn, dat dat ertoe zou kunnen leiden dat mensen hun geweten niet langer willen belasten met het doen van foute aankopen. En dan ontstaat daar weer die relatie, die wordt als het ware hersteld. En, voel je, en dat zou dus een soort positieve perspectief kunnen bieden. Maar goed, dat is lastig, want er zijn ook heel veel mensen die gewoon die kiloknaller en die zeggen, ja, het zal allemaal wel, dat is een tamelijk elitaire gedachte dit. Maar ik ben daar voorzichtig optimistisch in, dat de pijn van de ander weer beter gevoeld gaat worden, dat we steeds beter begrijpen, als je bomen omhakt in Indonesië, dat we dan hier straks een probleem hebben. Hè? Dat besef, dat is iets van de laatste 30 jaar. Parijs is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van, het klimaatakkoord, die 2 graden. We zetten nu weer een paar stappen terug met Trump, maar toch. Langzaam maar zeker krijgen we in de gaten dat we allemaal aan elkaar verbonden zijn en dat onze acties gevolgen hebben. En die worden weer zichtbaar, die pijn wordt voelbaar. En dat zou dus kunnen leiden tot weer meer zingeving en meer begrijpen van wat ik doe, doet daar pijn. Ja, ik vind dat wel een mooi beeld. Dus dat enerzijds zien we dat door technologie eigenlijk dus steeds complexere relaties ontstaan. Ook door ICT bijvoorbeeld in heel de virtuele wereld waar ook de kapitaalmarkt zich in nestelt. Aan de andere kant, nou, het was McLuhan die in Understanding Media al zegt van we wear all mankind on our skin. Dus het dichterbij komen, denk van de hongersnood, dus dat binnenkomen, het geraakt worden. Kijk, en wat het dan gaat om die behoeften. Ik van een heleboel zaken, studenten weten ook niet precies wat hun behoefte is wanneer ze komen studeren. Dit hele idee is bij Plato al, dat de markt niet goed weet wat de vraag is. Dus dat is ook niet het argument. Dus waar het om gaat, dat ik op de een of andere manier andermans recht en welzijn in gedachten heb. En dan kom je toch op een, en dat kan best iets paternalistisch zijn, maar ik heb het tenminste in gedachten. En wat volgens mij hier aan de orde is, is dat het in een marktstructuur het risico bestaat van een segregatie, namelijk dat het geld zijn eigen spoor volgt en niet meer kijkt naar dat wat het mogelijk maakt. Dus de wereld waarin recht bestaat en waarin je welzijn van anderen moet verdisconteren. Maar hier zeg je dus, de markt houdt geen rekening met de wereld. Kan, dat kan. Ja, zeker kapitaal. Volgens mij een van de kernen van het betoog van Welling was dat juist de wereld is die de financiële wereld bepaalt. Het is de financiële wereld neemt de kleur aan van de wereld. De wereld deugt niet, dan zal de financiële wereld, zeg ik nu even in mijn eigen woorden, de wereld deugt niet, dus de financiële wereld zal dan ook wel niet deugen. Is dat een... Ik zou bijna Zijlstra citeren, die voortdurend tegen me riep als er weer wat was, dat de mens is tot het kwade geneigd. En dan had hij ongetwijfeld een bijbeltekst voor ogen. Dat heb ik inderdaad gezegd, maar als ik terug mag komen op het punt van die anonimisering en de oplossing die daar naar mijn oordeel gevonden moet worden, is toch, en dat is gelinkt aan of een ander woord voor wat gezegd is, dat is transparantie. Als alles anoniem gebeurt, kun je door transparantie als het ware een belangrijk deel van de anonimiteit opheffen. En er is een tweede punt, dat relateert dan ook aan een eerdere opmerking die ik gemaakt heb. Het absorptievermogen van onze samenleving voor de vrije markt, de echt vrije werking van de vrije markt, is niet groot genoeg. Dat moeten we erkennen en onderkennen. We moeten onderkennen dat de simpele economische theorieën van de comparatieve kosten, dat als je internationale handel krijgt, doet iedereen waar die het relatief het beste is, dat de beste wereld is. Dat is niet zo. Want dat veronderstelt een frictieloze beweging tussen sectoren en tussen landen. Op het moment dat we dat onderkennen, dat het absorptievermogen van onze samenleving onvoldoende is om de volledige vrije werking van de markt te ondergaan, kunnen we daar iets aan gaan doen.
We kunnen dat niet doen zolang we zeggen internationale handel is het beste wat bestaat. Ja, dan bent u zo optimistisch over, dan kunnen we er iets aan gaan doen. Ik werd geconfronteerd met één vraag uit de zaal. En daar werd gezegd, als er een menselijk tekort wordt geconstateerd, dat heb u gedaan, dat heb jij gedaan, Jeroen, is het dan niet verstandig om op voorhand met die conditie van de mens rekening te houden bij het ontwikkelen van financiële producten? Dan zou je dus rekening houden met het systeem dat niet deugt. En dan kun je dat dus het systeem op aanpassen. Dan kun je rekening houden met financiële producten. Maar dat gebeurt niet. Ja, ik ben het daar volstrekt mee eens. En dat heeft geleid tot additionele regelgeving. Namelijk dat in de sfeer van de productontwikkeling banken systemen moeten ontwikkelen met checks en balances. Ja, is het zo makkelijk? Nee, niet zo makkelijk, nee. Het is inderdaad waar dat de product approval processes daar erg aan helpen. En onderdeel van zo'n goedkeuringstraject voordat een product in de markt wordt gezet, is ook zo'n soort test van zou je het aan je moeder verkopen? Niet eens aan je schoonmoeder, maar aan je moeder. Dus dat gevoel van deugt dit product nou eigenlijk? Vette lach door de zaal. Ja, en dan is er ook weer ingeregeld, en dat is ook heel belangrijk, dat niet alleen de raden van bestuur moeten zorgen dat in zo'n organisatie zo'n proces is ingericht, maar dat een auditcommittee en een raad van commissarissen er vervolgens ook nog iets van moeten vinden. Dus zeggen, nou vinden wij dat jullie dat nou goed en grondig bekeken hebben. Dus dat is zeker een belangrijke. Een andere belangrijke is, en daar is transparantie ons wel van dienst, is dat je steeds meer kan zien aan het gedrag van mensen van wat willen ze nou eigenlijk, hoe zitten ze nou eigenlijk in elkaar. We hebben het hier over big data. Kan van alles mee misgaan. Ik ben de eerste om het toe te geven, maar er zitten ook kansen in. Want op dat moment hoef je mensen niet altijd meer te vragen wat ze nou eigenlijk willen, maar kan je uit hun feitelijke gedrag iets afleiden over hun feitelijke voorkeuren. We hebben inmiddels ook wetenschappelijke technieken daarover ontwikkeld uit de gedragseconomie, die ook corrigeren voor die menselijke natuur. Daar kan je producten ook weer op instellen en dat noemen we dan zorgplicht. Zeggen, nou, we weten dat mensen niet alles helemaal slim kunnen overzien, et cetera, maar toch moet het in hun belang zijn gegeven hoe ze eigenlijk in elkaar zitten. Dus ken uw klant, zorgplicht, big data, product approval processes zijn een stapje in de goede richting. Ah, ik hoor aardig wat socialisering hier binnen de markt. Dat doet mij deugd. Hoewel ik big data niet associeer met socialisering. Het is maar net hoe je het uitlegt natuurlijk. Maar het ging hierom dat ze dat men natuurlijk. We kunnen dit traject ook gaan verkennen. Maar dat men big data ging gebruiken om eigenlijk te zien wat de behoeftepatronen zijn. En om daaraan tegemoet te komen. In die zin socialisering. Okay. Maar misschien toch even dit punt terug. Wat door de heer Wellink ook naar voren is gebracht. Kijk, die markt op zichzelf, wanneer die ontketend raakt, heeft allerlei ontwrichtende aspecten die eigenlijk, wanneer we het hebben over het goede leven in zijn geheel, ook kunnen schaden. Dat is eigenlijk ook wat u naar voren brengt. En dat heeft ook met complexiteit van systemen te maken, hoe markten eigenlijk op een mondiale schaal dan feitelijk uitpakken. Nou, ik denk dat de vraag is dan, waar ligt dat correctiemechanisme? Nou, daar kom je vanzelf denk ik op de traditionele rol van politiek. Politiek is van oudsher gericht op het inrichten van de wereld met het oog op het gemeenschappelijk goed. Dat is mag ook een abstracte notie zijn, maar wat ermee gezegd is, dat in principe alle facetten van het leven daarin een rol gaan spelen. Nou, dus wat mij betreft dan toch de vraag, u heeft het over die deregulering gehad, die heeft plaatsgevonden. We hebben het hier over politiek. Dan hebben we het over politiek zowel op een nationale schaal als op een internationale schaal als misschien wel een universiteitspolitiek. Wordt het weer zinvol om een ander discours te introduceren waar dan die deugden wellicht toe behoren? Hè? Maar ook wat betekent dat voor de begrenzingen die dan de markt zich zal moeten welgevallen? Zal laten welgevallen? Zullen we dit zijn twee vragen. Zullen we eerst even kijken, heeft het zin om dit discours te voeren? Daaruit volgt namelijk dat het ook tot resultaat moet kunnen leiden, dat we de markt daarmee kunnen beïnvloeden. Heeft het zin om dit discours te voeren? Ja, volgens mij wel. Als je ziet waar we de afgelopen 30, 35 jaar vandaan komen, is het uit een omkering in economisch denken die heeft geleid tot het excessieve gedrag vanuit Adam Smith gedacht, maar dan eigenlijk geëxtrapoleerd. Als iedereen nou maar materieel maximaal voor zichzelf gaat, is de uitkomst voor iedereen het best.
Ja, dat is de school geworden waar we economisch bij zijn gaan leven. Als het nou maar zoveel mogelijk waarde voor jezelf genereert, dan is het kennelijk goed voor iedereen. Als iedereen dat nou maar doet, dan is dat een wereld waar we goed in kunnen leven. Als je niet alleen in de manier waarop bedrijven worden aangestuurd, waarop de beloningskwesties worden gaan, dit zijn denkbeelden van de laatste 30 jaar. Het is niet gegeven dat het altijd zo is. Zo is het, heeft het zich ontwikkeld. Dat is een discours geworden dat in business schools en de economische faculteit op universiteiten enorm is gevoed. Met een verondersteld waarheidsgehalte dat niet mocht worden betwist. Er zijn ook Nobelprijswinnaars geweest in optietheorie die hebben verklaard dat ieder ander die wijst op risico's knettergek is. En daarom verdien ik zoveel geld. En vervolgens waren zij degene die 20 miljard verloren in Zuid-Amerika omdat het toch niet bleek te kloppen. Met een waarheidsgehalte, een soort poneren van het is dus zo, dit is het absolute wat we moeten doen. Als je dat discours durft aanpakken, dan zeg, zullen we dan nou eens voor de sake of it, gewoon proberen aan te tonen dat het soms niet zo werkt. En wat betekent het dat het soms niet zo werkt? Waar zitten dan de gaten in het verhaal? En dat baart mij zorgen, en ik zeg het met enige schroom ook op deze universiteit, in het economisch onderwijs. In het economisch studeren is er nog maar een begin van dit, van het zo anders willen denken. Gelukkig zijn er een scholen van economen die beginnen te bestuderen hoe mensen zich werkelijk gedragen. Niet een theorie hoe ze zich rationeel zouden moeten gedragen, als ze rationeel zouden handelen en op basis daarvan systemen bepleiten. Maar ze gedragen zich werkelijk zo en kijken wat je daar vervolgens mee moet doen. Nou, als je dat nou eens gaat versterken, en dat zou een debat moeten zijn wat niet economen alleen moeten voeren. En dat doen we gelukkig ook wel meer en meer met elkaar, met filosofen, met gedragswetenschappers. Wat gebeurt er nou werkelijk? Fieke van der Lek, wilde wat op zeggen? Ja, ik zou de lijn nog iets verder willen terugtrekken, terug in de historie willen trekken. Want economen die al over dat soort dingen nadachten, zijn er in de micro-economische revolutie behoorlijk uitgekieperd. Er zijn hele groepen van economen, post-Keynesianen, pluriform, heterodox, ze hebben allemaal namen tot aan marxistische economen en ze bestaan allemaal nog steeds, maar je vindt ze niet meer op de economische faculteiten. Dus ze zijn er gewoon uitgeduwd. Omdat er op een gegeven moment een revolutie kwam van, nou, we doen micro-economie, helemaal hele stoere modellen, wiskunde, computers. En dan doen we dat keer zoveel miljoen en dan hebben we de macro-economie. En mensen vergaten dat een macro-economie iets totaal anders is dan zoveel keer de micro-economie. En mensen die daar wel over nadachten, waren gewoon niet meer welkom. En die zijn dus hun heil gaan zoeken bij faculteiten sociologie, faculteiten bedrijfskunde, bestuurskunde. Hier en daar kun je ze nog vinden en ze hebben gelukkig nog verenigingen ook. Maar als dan de buitenwereld denkt dat economen daar nooit over nagedacht hebben, dan zit daar toch wel een heel groot misverstand. De economen die daar wel over nadachten zijn lange tijd niet welkom geweest. Toen kwam de financiële crisis en hadden we er geen begrippenapparaat meer voor. Effectieve vraag bijvoorbeeld, een typisch macro-economisch fenomeen. Het was niet meer in de tekstboeken, het zat niet meer in de curricula, het was op de middelbare scholen niet meer onderwezen. En langzamerhand beginnen we te beseffen dat we toch iets gemist hebben en begint daar iets meer welkom te worden. Ik zie Dirk Bezemer knikken, ik denk dat hij daar ook een voorbeeld van is. Goed, de vraag is even, het is dus ontspoord. Er waren mensen, oh, jij wou, sorry. Ja, ik wil nog interessant, de naam Luigino Bruni kwam voorbij, als ik het in jouw presentatie, klopt dat? Nou goed, dat is in ieder geval een Romeinse hoogleraar, een tijdje terug heb ik daarmee kennis gemaakt. En die houdt hem... Zijn presentatie. Ah, het was een nieuwe presentatie, ja. Luigino Bruni, dat is een Romeinse hoogleraar, die houdt een pleidooi voor kwetsbaarheid en het belang van kwetsbaarheid. En dat je wil, als je creatieve vermogens in mensen zingeving, purpose wil losmaken, moeten mensen kwetsbaar, moeten zich veilig voelen in een omgeving en hun kwetsbaarheid kunnen tonen. Dan komen ze tot nieuwe ideeën. De toolkit van de gemiddelde business school is juist helemaal gericht, wat mensen daar leren, is op onkwetsbaar zijn, op beheersen, op begrijpen, uitrekenbaar. En dus ik vind dat een heel wezenlijk iets. Dat zou de toekomst van het onderwijs zou veel meer moeten gaan over jezelf eigenlijk dag in dag uit bevragen, doe ik het goede, daarin kwetsbaar zijn. En wat je ziet, dat heb ik natuurlijk in die eigen reconstructie ook gezien, dat leiders de neiging om te zeggen van, ik weet het. En nu leg ik aan jullie uit hoe het zit. Waarom ben ik jouw baas? Omdat ik het beter weet dan jij. Anders was jij mijn baas geweest. He, vanuit die dominantie zal ik maar zeggen. En dat is 20e eeuws en dat past niet meer. Misschien één opmerking die daar direct op aansluit. En dat is wat voor een deel ook in de analyse van een van de oorzaken van de crisis. Is juist ook de ontwikkeling van een economische wetenschap. Waar die
de taal van de wiskunde eigenlijk heel beslissend is geworden, zonder dat men maar goed daaronder ziet de kwaliteiten die daaronder liggen. En dan hebben we tegelijkertijd, denk ik, over het berekenen, maar ook over het financialiseren van de economie. Dus een sterke geldgedreven oriëntatie en waardoor je op een bepaalde manier, zou ik kunnen zeggen, datgene uitholt waarbinnen dat economische leven gestalte krijgt, wat te maken heeft met kwaliteit. En dat is denk ik ook, als we het hebben over de universiteit, de vraag van waartoe is de universiteit op aarde, dat is niet alleen om dat geld te maken, maar dat heeft iets met die kwaliteiten te maken. En dat is denk ik in van thema wat ook met deze deugden heel actueel is. Mag ik iets zeggen, want ik ben zelf hier een beetje in de war op dit, ja ook op andere terreinen hoor, maar op dit terrein. Laat ik zeggen, ik vind dat je de discussie moet voeren, omdat het gaat om zeg maar intrinsieke waarden die, en dat heb ik proberen misschien wat primitief over te brengen, die waarden die een intrinsieke merite hebben, gewoon op zichzelf bezien. Of het effectief is, nou word ik even weer wat praktischer in de, en het vanuit dat perspectief zin heeft, daar ben ik minder zeker van. Ik kom veel in een andere wereld, ik kom veel in China. Wat ik daar zie is trekken overigens van het Rijnlandse model. Als wij grote investeringsbeslissingen in de Bank of China nemen, dan kijken we naar een aantal stakeholders. Meer dan de Amerikanen doen, niet alleen naar de aandeelhouders. Dan zitten we in een omgeving met een extreme regelgeving. Dan zitten we in een economie waar het individu ondergeschikt is gemaakt aan de gemeenschap. En dan realiseer ik me, als ik nou zo'n discussie zoals we die hier hebben vergelijk met wat ik, en overigens niet alleen in China, maar ook in andere delen van de wereld zie, dat we ons heel goed moeten realiseren dat in een geglobaliseerde wereld, waar alles met elkaar in verband staat, we tegelijkertijd met zeg maar culturele verschillen die zo groot zijn zitten, dat het nog maar de vraag is hoe dat allemaal afloopt op een gegeven moment. Tuurlijk, maar als we daarmee op voorhand rekening zouden houden. Nee, we moeten de discussie voeren. Daarom. Maar misschien mag ik er in toevoegen. Het belangrijkste wat je daarmee moet is niet veronderstellen dat je globale oplossingen hebt. Want daar gaat het fout. Want die komen uit één denkmodel. Dat wordt getransponeerd naar een samenleving, een omgeving waar het gewoon niet werkt. Waar het heel anders werkt. En overigens ook hier weer, de tijd doet zijn werk. Er is een boek, een paar jaar geleden is een boek verschenen waarin CEO's waren geïnterviewd. Die kort na de Tweede Wereldoorlog, zeg de eerste 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog, in Amerika de grote bedrijven leiden. Wat zagen die CEO's als hun allerbelangrijkste taak? Afwegingen maken tussen alle belanghebbenden bij onze grote onderneming. Werknemers, klanten, aandeelhouders. Dat was het paradigma in de Verenigde Staten tot aan de jaren 60. Het kan ook weer anders. Dit zijn geen vastheden die onbediscussieerbaar zijn, waarheden zijn. Het gaat erom dat we het discours openen. En dat hebben we gedaan, denk ik. Ik denk dat dat gebeurt op allerlei plaatsen. Maar vasthouden dat je er misschien wel eens anders over zou na kunnen denken. Terwijl je ook niet noodzakelijkwijs terug kunt naar de wereld van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Want dat is niet de wereld van vandaag. Je moet misschien met dat denken in de context van vandaag opnieuw iets. Maar goed, hier wordt dus het leiderschap heel erg belangrijk. En wat u te berde bracht, dat je het leiderschap ook zou kunnen aanspreken op hoe het leiderschap te werk gaat. Hoe dat, of dat nog overeenkomt met de doelen van bijvoorbeeld een bepaald bedrijf. En dan is volgens mij de vraag weer de vraag van de schaal. Want we hebben het steeds over de markt. Ik heb daar zelf nogal problemen mee, want die is zo divers. De markt bestaat uit multinationals, maar het bestaat net zo goed uit het MKB en tegenwoordig ook uit heel veel ZZP'ers in Nederland. Dus, en dat is zo'n verschillende schaal. En ik kan me ook voorstellen dat je per schaal, bij wijze van spreken, andere deugden zou moeten aanspreken. Of in elk geval zou moeten praten welke deugden daar makkelijker toepasbaar zijn. Vinden jullie dat schaal überhaupt hierbij een rol moet spelen bij deze discussie? Ja, mijn neiging zou te denken wel, maar niet ogenblikkelijk in regelgeving van voor kleine geld. Nee, maar ik heb het niet over regelgeving. Maar wel in oriëntatie. Ik geloof dat daar wel verschillen zitten. Een andere notie die ik interessant vind om te bestuderen als gedachte. Iets wat volstrekt vreemd is aan
ons westerse vorm van kapitalisme is wat ze in mijn favoriete landje in Azië, Bhutan, hebben bedacht. Waar ze niet alleen kijken naar het bruto nationaal product, maar vooral naar bruto nationaal geluk. Nou kun je daar heel veel van vinden, maar het probeert iets breders te vertellen. Het gaat ons om meer in het leven dan alleen maar welvaart genereren ten koste van ons milieu, de bergen, gezondheid. Maar wat ze vervolgens hebben gedaan, en dat vind ik wel een interessant mechaniek waar we ze over zouden na kunnen denken. Ze hebben voor de parameters die ze dan wel belangrijk vinden, zeggen ze als staat, waar we in willen investeren, zetten we bepaalde sufficiency levels op parameters. Als het een zeker niveau heeft bereikt, gaan we niet nog verder. En nog harder duwen. Genoeg is genoeg. Genoeg is genoeg. En dat zit niet in ons systeem. Het is ongebreideld door totdat er een ramp gebeurt, een crisis gebeurt. Of door, om een andere reden, door regelgeving wordt ingegrepen. En dan pas is er halt. Kun je elementen in het systeem opnemen dat je een soort, dat je op een rode knop drukt als het dit niveau brengt, dan stoppen we het gewoon mee. En dat is niet, dat kun je niet even in abstract over zeggen, ja dat zou kunnen, maar het gaat om, maak dat nou maar eens concreet, waar zit dan dat in? Maar überhaupt die gedachten hebben, dat niet verkeerd zo. Wat ik er wel mooi aan vind, en daar raken we ook weer een ander oud wijsgerig thema, is dat als je het dan hebt over deugden of bepaalde kwaliteiten rond de persoonlijkheidsvorming, dan heb je het ook altijd over een wereld waar die in horen. Dat is eigenlijk ook wat voortdurend voorbij kwam. Hè? Maar dat, dan heb je het ook over de, laten we zeggen, de horizon van waaruit je die wereld begrijpt. Dus wat zijn überhaupt criteria? Hè? Dus wat is de taal waarin je daarover spreekt? Wat weeg je af? Wat vind je van belang? Enzovoort. Dat is precies natuurlijk ook waar het in de sfeer van het politieke over gaat. We spreken wel over globalisering, eigenlijk de laatste jaren een soort terugkeer van het lokale in die politiek. En op allerlei schaalgroten. Dat kan in de wijk zijn, dat kan universiteit zijn in de omgeving, dat kan eigenlijk op alle aggregatieniveaus tevoorschijn komen. En de vraag is inderdaad, van, moet je een nieuw soort, ja, eigenlijk politiek bewustzijn ontwikkelen, ook bij mensen die leiding geven, bijvoorbeeld een bankier, maar misschien een groenteboer en een groenteboer en wat andere, maar een soort publiek bewustzijn van waaruit je eigenlijk je rol ontwikkelt. En niet alleen maar dus denkend in termen van markten, maar dat je bij leiderschap, op welke schaal dan ook de kring overziet waar jij een rol in te spelen hebt. En dat dat een onderdeel zou zijn van, nou, bijvoorbeeld van vorming of van onderwijs. Het is dat je die kringen leert zien waarbinnen je opereert. En dat is voor een bankier vanzelfsprekend een andere dan voor een, nou ja, iemand die in een middenkleinbedrijf zit doorgaans. Wie kon er? Ja, ik ben zelf heel optimistisch als het gaat om de markt voor voeding. Omdat ik daar zie dat we enerzijds enorme doorgeschoten fabrieksmatige voedingproductie hebben. Mm. En anderzijds mede dankzij internet heel veel lokale initiatieven tot stand komen. Waarbij voedsel direct van de boer naar de consument gaat. Mensen weten elkaar te vinden dankzij dat internet. En daar zitten dan die feedbackmechanismes veel duidelijker in. Want als mensen niet tevreden zijn, dan verneemt die boer dat ook direct. Dus wat ik dan eigenlijk grappig vind, is dat er een soort anarchistische tegenbeweging komt van met elkaar het voor elkaar weer op kleine schaal mogelijk maken. We zien het ook met crowdfunding, we zien het met broodfondsen waar het gaat om verzekeren. Men vindt uiteindelijk toch weer een weg die beter past qua schaal. En dat is een kleinere, een veel kleinere schaal, een overzichtelijke schaal. Een schaal waar de relaties, onderlinge relaties weer hersteld zijn, ja, tussen de mensen. Je kan daarmee niet in alles voorzien. Het is geen oplossing voor alles, maar voor sommige wensen en behoeften wel degelijk. Nou, ik moet een beetje denken aan die anonimisering waar de heer Welling het over had. Ik kende tot eind jaren 90 kende ik mijn bankier. Daar kwam ik eigenlijk als student, later toen ik ging werken. En dat zijn natuurlijk ook een aantal lijnen die doorgeknipt zijn. Hè. Toen ik mijn tweede hypotheek afsloot, toen kwam ik in een of andere. Hoeveel hypotheken heb je eigenlijk? Ach, ik heb er zoveel, joh. Dat is, dat weet je toch. Een tijd dat ze hem weer gaan zien. Ja, er komt een tijd. Ja, in ieder geval. Bijzondere krediet heet dat. Ja, precies. Dan moet je daar niet meer zo blij mee zijn. Nee, precies. Zodra je weer gezien wordt. Dat is, maar je kan wel zeggen dat die grootschaligheid, dat maakt natuurlijk slagkracht groter. Tegelijkertijd maakt het ook het risico van ontsporing ook even groot. Of nog groter. Nou, ja, kijk, is allemaal interessant. We hebben toch iedere keer de neiging om over het systeem te praten. Ja. Het is nu helemaal zo. Overheid, toezicht.
Ik ga steeds meer naar terug, Wil. Integriteit als spier. Hè? We moeten het zelf doen. Volgens mij is dat de opdracht. We gaan niet terug naar de kerk, vermoed ik. We gaan niet terug naar de overheid. Het heilige vertrouwen in de markt is nu sinds deze crisis ook behoorlijk opgedroogd. We moeten het zelf doen. Dan Ariely kwam voorbij. Razend interessant, is echt een mooi boekje. The Honest Truth About Dishonesty. En die legt inderdaad uit dat we allemaal de neiging hebben om te jokken. En dat de omstandigheden bepalen hoeveel we jokken. En hij heeft allemaal testen. En laat je zien, als er een baas is die heel veel jokt, gaat de rest ook meer jokken. Want ja, het mag van de baas. Dus dan, nou. Maar hij laat ook zien wanneer mensen wat minder gaan jokken. En dat past hier ook wel bij de vuur, om dat even te memoreren, dat voorbeeld. Mensen mogen zichzelf dan nakijken en krijgen voor ieder goed antwoord krijgen ze een dollar. En dan kunnen ze gewoon naar de kassa lopen en niemand die dat verder nog controleert. Ze moeten en, wel weer beloond worden hiervoor. Ja, maar goed, dit is dus een prikkel. Hè, de perverse prikkel is er. Maar dan heeft je allemaal testen. En de laatste test, die ik me herinner, is er eentje waarbij de sleutel wordt uitgereikt aan 1000 mensen. En voordat ze gaan nakijken, bovenaan die sleutel staan de 10 geboden. En dan blijkt dus dat als mensen even geconfronteerd worden met de 10 geboden, dat ze dan onmiddellijk minder gaan jokken, omdat ze zichzelf dan corrigeren. Weer even in de spiegel kijken, aan hun oma denken of aan weet ik veel wat, die ze ooit een keer een belangrijke les in het leven heeft. Wat vind ik ook alweer belangrijk, wat een flauwkul eigenlijk dat ik hier mezelf voor de gek hou en net alsof ik meer weet dan ik werkelijk weet. En gaan mensen dus eerlijker zichzelf beoordelen. Dat vind ik wel. En mijn, wat ik een interessante vraag vind, in hoeverre zijn we in staat om dat individueel te doen? Dus eigenlijk bij jouw beginvraag, Clary, doen we het goede en houden we onszelf in de gaten? Want integriteit is echt een spier. En als je hem niet onderhoudt, dat is mijn punt natuurlijk, dan gaat het gewoon mis. En dan zeg je, ja, het systeem vraagt het. Ja, maar het is ook een spier die onderhouden wordt doordat iemand zegt, die verstand heeft van spieren, je moet nu echt je spieren gaan onderhouden. Je moet nu naar de sportschool. Want anders dan krijg je slappe spieren. En, zal ik een voorbeeld wat Ariely ook zegt, wat in deze omgeving zeer onbekend is, maar niettemin heel erg effectief blijkt volgens Ariely om die eerlijkheid te bevorderen. En dat is de biecht. Het fenomeen van de biecht. Dat je eens in de zoveel tijd met iemand spreekt van ja, ik weet zelf ook wel dat het niet zo goed was. Kan ik dat jou eens vertellen? Wat gelogen in de biecht. Bovendien krijg je dan een aflaat en kun je weer net zo hard doorgaan met wat je denkt. Het werkt niet voor iedereen, Nout. Nee, sommige mensen zijn haast opgegeven, ja. Hij bewijst met allerlei voorbeelden, niet in de klassieke biechtsituaties, maar het genereren van de mogelijkheid om te vertellen wat er niet goed was. En dan verder kunnen, want dat is natuurlijk het fenomeen van de biecht, je kunt daarna verder. Er is een manier om eruit te komen zonder dat je ten onder gaat aan je leugentje of hele grote leugen. Dat is het fenomeen. Als je dat kunt organiseren, worden mensen eerlijker. Is dat zo? Als je het lang genoeg volhoudt, jij misschien ook wel. Maar ik vraag me dat af, want het gebeurt ook heel vaak, heb ik mij laten vertellen, hoewel ik niet uit die kringen voortkom. Jij ook niet. Dus dat je dan biechtte en dan kreeg je weer absolutie, dan werd het je weer vergeven. En dan ging je gewoon weer door. En dan... Als het deel uitmaakt van een cultuur waarin je elkaar oprecht kunt aanspreken. En daarna dus verder kan. Dan kan dat zijn kracht hebben. Biecht in de karikatuur van biecht werkt natuurlijk niet. Dat snappen we allemaal. Nou, waar mensen nu te biecht gaan, is de coach. Hè? Daar kan je dan die kwetsbaarheid tonen. Daar kan je even jezelf zijn. Gedurende de dag even een uurtje, een wandelingetje maken met iemand die je begrijpt, die naar je luistert. Dan kan je even in die spiegel kijken. Dat helpt dan. Dat is een vorm van biecht. Ja. Het aardige van dit gesprek is dat we nu van dat volstrekt moeilijke begrip markt, dat zo divers is en zo volstrekt, dat we nu plotseling naar de biecht zijn en het pure individuele niveau. Ik hou daarvan, maar hoe brengen we die twee dingen samen? Hoe brengen we samen dat die spier een spier wordt die, bij wijze van spreken, automatisch wordt, waarvoor we automatisch naar de sportschool gaan om hem te oefenen? Hoe brengen we samen dat die biecht, of hoe je hem dan verder ook wil noemen, hoe integreren we dat in een bedrijfscultuur? Dus ik zie nog niet hoe die kloof tussen het grote geheel en de personen daarin, hoe die wordt overbrugd. Nou, misschien toch een paar elementen. Jaap wees er eigenlijk al op. Toch een soort mentaliteitsomslag die we in de jaren 90 zien, of die in de jaren 80 misschien al voorbereid is. Kijk, het is ook belangrijk op het moment dat je een markt gaat definiëren in termen van strijd. Hè? Dus bijvoorbeeld zoals je... Markt en strijd. Hè? Dat is wel een bek. Plek van markt en strijd. De arena waarin... Dus daar zie je dat er dan een hele bepaalde opvatting van de markt ontstaat, die op een gegeven moment ook constitutief wordt voor die markt.
Dus op het moment dat je de markt helemaal financieel denkt en losmaakt van het gemeenschappelijke goed, dan zie je ook dat er die markten zich gaan vormen. Ik denk dat het dus stap 1, als je het daar dan over hebt, is dat er inderdaad het publieke discours, het vertoog, de manier waarover we gaan spreken, dat verandert. En ik denk dat je dat in ieder geval ziet. Dat is een eerste begin, zou ik durven zeggen, dat er een andere taal opkomt. Maar tweede is, en ik ben ook wel heel benieuwd, zowel naar Jaap's opvatting daarover als naar Van Nout Welling, dat het toch alles te maken heeft met hoe je zo'n verhaal over wat dan een bedrijf of je institutie is, of het nou een bank is of een universiteit, hoe je dat als cultuur neerzet. Dus als het iets is wat dus kennelijk toch waar die omgeving zo belangrijk is, dan moet je zeggen, dan is het je taak als leidinggevende om als een tuinman te opereren, iets te cultiveren. Je kunt het niet allemaal zelf, maar je kunt wel iets cultiveren. En ik denk dat Jeroens boeken zijn eigenlijk voorbeelden van het tegendeel. Dus dat je ziet van hoe eigenlijk een cultuur wordt stuk gemaakt door de leiding. Dus kennelijk is leiderschap en cultuur toch wel heel erg belangrijk in deze context. Jeroen? Nou, wat mij intrigeert in deze is dat, in antwoord ook op wat Clary, van hoe breng je het nou bij elkaar. Ik heb vaak het idee dat mensen een onderscheid maken tussen hun persoonlijke integriteit en hun professionele integriteit. Dus die zeggen, als mens, als vader, als Nederlander vind ik belasting betalen een kwestie van beschaving. Vind ik echt, ik ben trots op dit land dat we dat met elkaar doen en dat we op die manier samenleven. Maar ja, als ik als belastingadviseur op mijn kantoor kom en er belt een of andere Griek en die vraagt, wil je zaken voor me regelen? Ja, dan ga ik niet zeggen van hallo, ik vind belasting betalen een kwestie van beschaving, want dan loopt die weg, die klant. He, en ik moet mijn kinderen ook naar een goede school kunnen sturen. En wat volgens mij de opdracht voor ons allemaal individueel is, is om zeg maar die persoonlijke integriteit en die professionele integriteit, die we als het ware uit elkaar trekken, het zijn twee, dat we die proberen weer zoveel mogelijk onder één noemen. En we doen het allemaal in meer of mindere mate, denk ik. Ik denk dat we ons anders gedragen in zo'n werkomgeving, markt en strijd. En hangt van je werk of van je achtergrond. Maar ik denk dat dat de opdracht is, zeker in zo'n wereld als de financiële sector, en dat is best lastig, om daar zingeving op één noemen te brengen. Zou je dat ook kwalificeren als een soort publiek bewustzijn? Of dat je dus een soort van in je handelen toch opereert vanuit het idee van je moet daarvoor voor zorgen. Ik ben daar onderdeel van. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor je persoonlijke welzijn enorm aan bijdraagt. Dat je dus niet steeds het enige gedrag, die gespletenheid. Ja. Hè? En zeker ook als je een volgende generatie probeert op te voeden. Je weet gewoon, die doen niet wat je zegt, die doen wat je doet. Hè? Jij zei het al, top-down is het enige wat werkt, is het voorbeeld. En dat is een geweldige opgave, want het zijn, als je met CEO's hierover praat, er zijn nog een hele ronde gemaakt. Het systeem vraagt er nou eenmaal van me. Ik wil het niet, ik ben er tegen, ik vind het onzin. Maar ja, dan moet ik eruit stappen. Als ik eruit stap, doe ik niet meer mee. Dus ik blijf maar aan tafel en ik conformeer me maar. Hè? Nou, en dat is het zoeken daarnaar, het op één noemen brengen van die twee vormen van integriteit lijkt mij ook hiervoor geldt, verander de wereld, begin bij jezelf, ben ik bang. Ik eindig met zo'n dooddoener bijna, omdat Govert me de hele tijd maar met dingetjes van... ik zag het niet, want je das was erover, viel eroverheen. Maar ik geloof dat het 3 minuten stond. Ja, je mag nog 1 laatste ronde. Oké, ik ga namelijk nu een laatste ronde doen. Ik ga nu een laatste ronde met de aller... Ja. Oh, jij moet nog wel. Je hebt heel gelijk. Ja. Dan krijg je niet meer de laatste ronde. Want, nee, dat is ook meer dan genoeg. Ja. Ik zie 2 dingen. Ik geloof dat de universiteiten, onderwijs in het algemeen, een belangrijke rol heeft om juist dit weer bij elkaar te brengen. En dat het niet alleen gaat om kennisoverdracht. Als je nou de skills maar hebt, dan komt het met jou wel goed. Als je het nou maar kunt rekenen en digitaal vaardig bent, dan is het allemaal goed. Maar dat je de goede vragen voor jezelf kunt stellen. Hoe blijf je integer, compleet en heel zelf in de dynamieken die je tegen gaat komen? Dat is 1. Jouw vraag was, nou, moet leiderschap van de organisaties daar iets mee doen? Ja, dat, absoluut. En wij proberen dat bij onze universiteit te doen, die in de eigen wereld van hoe kom je uit die gefinancialiseerde universiteit haast ook weg. Met rendementsdenken en output, meer studenten, meer promoties, krijg je meer betaald, moet je vooral doen. Kwaliteit, inspiratie doet er niet toe. Hoe kom je daar nou weg naar een omgeving die reageert, die je stuurt op datgene wat je werkelijk belangrijk vindt? We proberen dat op de VU te doen, met een begrip ook maar geleend van iemand anders uit Bhutan weer, bruto academische waarde. Wat het ook betekent, we zijn op zoek naar met elkaar, waar gaat het dan werkelijk om deze universiteit? En hoe kun je dat in het onderwijs verankeren?
Hoe kun je dat in het onderzoek meer laten zien? Hoe kun je de financiële sturing daarop richten in plaats van die output, als het maar meer en meer en meer is. En moet jij daar dan over publiceren om weer in het rijtje op te kunnen klimmen? Ik ben niet geïnteresseerd in dat rijtje. Ik denk dat veel. Nee, maar terecht, de universiteit wel. Nou, als ik dan voor de universiteit spreek, in dat rijtje ben ik voor de universiteit oprecht niet meer geïnteresseerd. Ik geloof dat het verkeerde rijtje is. Ik wil er wel heel graag naar kijken om te zien waar we dan bewegen. Want het zegt wel iets over kwaliteit en hoe anderen naar ons kijken. Waar onze inspiratie zit, zit in het mensen opleiden tot verantwoordelijke mensen in de samenleving die iets kunnen betekenen en iets durven betekenen in het leven. Dat is waar we voor zijn. En dat is iets heel anders dan als ik ze nou maar gewoon in 4 jaar een diploma uitreik. Dan krijg ik als universiteit tenminste zoveel financiering, kan ik weer verder. En daar ons op richten. Dit zegt in elk geval iets over hoe de universiteit, deze universiteit hier in de toekomst mee om zal gaan met dit onderwerp. Dankjewel. Even dan inderdaad het korte rondje dan maar. Is er leven naar Mammon? Ja, nee. Meneer Welling. Zijn er nog gekkere vragen te verzinnen? Ik wou ook even nog een aansluitend bij wat Jaap zei maken. Kijk, dat biechtstoelvoorbeeld was in zekere zin een fout voorbeeld. Het was het systeem, en daar was de biechtstoel een onderdeel van, wat de integriteit in stand hield. En zo is het ook, als ik het vertaal naar bedrijven of naar banken, dan is het systeem van het bedrijf dat hier de zaak op orde moet houden. En daar speelt het leiderschap een vitale rol bij. Ik ben betrokken bij een organisatie die op dit moment door ook een groot traject heen gaat. Cultuuronderzoek heeft gehad, gekeken wat er in die organisatie precies leeft, wat de gevoelens zijn, over een heel breed scala. Daarin, het leiderschap neemt nu het voortouw om aan de organisatie duidelijk te maken welke waarde gewoon bij het dagelijkse werk op de werkvloer moeten worden ingevuld. En dat is bijvoorbeeld integriteit. Dat is bijvoorbeeld het zelf nemen van verantwoordelijkheid. Dat is het kijken naar het publiek belang. Al die elementen worden zelfs in het beloningsbeleid als elementen meegenomen. Ik denk dat dat moet gebeuren. En dat dat meer en meer gebeurt op dit moment. Maar tegelijkertijd keer ik terug tot wat ik helemaal in het begin zei. Ultiem blijf je de kleur van de samenleving aannemen. En dat betekent dat ultiem gezien het ook in de samenleving. En dan kijk ik naar waar zit die? Normen en waarden in een samenleving. Jawel, maar dat daar is, zit hij hoor. Dat is ja, daar zit de normen en waarden. Ik denk, anders lukt het niet. Je moet dus op twee fronten, zowel in de bedrijven als in de samenleving, stappen voorwaarts maken. Slotwoord. We hebben het over markten gehad. Op een universiteit moet je altijd je begrippen helder hebben. Wat is een markt? Een markt is een plaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Punt. Zo heb ik het van mijn promotor geleerd. Wat er dan gebeurt is een transactie en dat is in beginsel eenmalig. En als het daarbij blijft, is het inderdaad anoniem. Maar als je elkaar blijft tegenkomen, bijvoorbeeld die accountmanager bij de bank, dan kun je een relatie met elkaar gaan opbouwen. En als je een goede relatie hebt met elkaar in een markt of in een organisatie, kun je elkaar ook gaan aanspreken. Dan kan dat biechtproces gebeuren van ik begrijp je eigenlijk wel, maar het is misschien toch goed om op een andere manier verder te gaan. Dus dan kan je dat gesprek met elkaar voeren. Dus ik denk dat het belangrijk is om van transacties naar relaties te gaan. En de WRR heeft dat keurig netjes opgeschreven in een recent rapport over waar de connectie tussen de financiële sector en de reële economie eigenlijk ontspoorde. En dat als we die relaties weer met elkaar ontwikkelen en daar ook in investeren, dat het allemaal wel eens beter in balans zou kunnen. Tot zover mijn laatste woord. Dankjewel. Jeroen. Heel kort. Ik heb een tijdje lesgegeven in Groningen aan studenten. En wat ik daar in ieder geval mee heb gekregen de afgelopen jaren is dat, en dat maakt me echt positief, optimistisch gestemd, is dat die generatie snakt naar zingeving. En die wordt wel eens als een verwende generatie weggezet. Dat geeft mij zeg maar een soort optimistisch gevoel, idee, dat er een generatie aan zit te komen die 20e eeuwse waarheden waar we het over hadden, hè, markt is een plek, de wereld is een plek van markt en strijd, ieder voor zich, God voor ons allen, en et cetera. Dat die in staat is om daar een antwoord op te formuleren. En er zijn nog heel veel meer vragen dan antwoorden. Dat is ook duidelijk, blijkt ook uit deze ontmoeting. Maar daar zit wel een geweldige power om zich over veel meer te ontfermen dan alleen het eigen belang.
Goed, we hebben onze hoop gevestigd op onderwijs. We hebben onze hoop gevestigd op leiderschap en daarmee het verandering van de bedrijfscultuur. We moeten weg uit de anonimiteit en terug naar de relaties. Ik ben benieuwd wat jij als slotwoord hieraan nog Nou, wat volgens mij wel heel duidelijk werd ook gaande het gesprek, is dat het heel belangrijk is dat we een andere taal ontwikkelen met elkaar om over dingen te spreken zoals markten. Waar hebben we het eigenlijk over? Waartoe zijn banken op aarde? Waartoe zijn universiteiten op aarde? Dus dat je een rijker een vocabulaire ontwikkelt. Wat ook mensen iets aangaat, waardoor ze aangesproken worden, waar ze een bepaalde zin in kunnen ervaren. En ik denk dat dat een belangrijk element is van misschien wel een nieuwe economische ordening die we nodig hebben, ook na de crisis. Waar Templeton wellicht iets in kan betekenen. En waar ook dat spreken over deugen, waar we het vandaag over hebben gehad, een eigen rol in kan vervullen. Nou, dat lijkt me een mooi slotwoord. Ja, zo zijn we helemaal rond. Ja, dan de rest mij slechts jullie enorm te bedanken voor alles wat jullie gezegd hebben vandaag. En het woord te geven aan Govert. Ja, nou ja, geweldig. Qua samenvatting, dat gaf eigenlijk alle kernpunten van het onderzoek waar we de komende jaren mee bezig gaan. Zowel de verschillende schalen als de verschillende speelvelden van onderwijs, maatschappelijk debat, het gezamenlijke discours, taal die we ontwikkelen, als ook onderzoek. Dat zijn allemaal elementen die centraal staan in ons project. Dus ik hoef verder niks meer samen te vatten enzovoort. Even één ding wil ik wel eventjes. U merkte in het begin hoe moeilijk een interdisciplinair gesprek is. Als filosofen en economen met elkaar gaan praten en dat schuurt eventjes. Nou, dat hebben we al volop gemerkt in ons project ook. En tegelijkertijd blijkt het ook buitengewoon vruchtbaar te zijn. Dus wij hopen op dat spoor volop door te gaan. En dit was een prachtig, wat mij betreft, heel goed voorproefje van waar wij mee aan de gang gaan. En ik hoop dat u ons daarin blijft volgen. Ik wil graag iedereen nog bedanken. Dat doen wij natuurlijk op passende wijze, op drievoudige wijze. Allereerst met een goed vocht, wat ook fair trade is natuurlijk. Dat kan vandaag niet anders zijn. Dus dat wil ik jullie graag aanbieden. Daarnaast is het bijna Pasen, het teken van de hoop. Vandaar hebben wij ook chocolade-eitjes. Maar wel van Tony Chocoloni, dus slaafvrij. U kunt ze hier ook beneden trouwens bij de bar krijgen. Dus dat wil ik ook graag aanbieden. En ja, het is een project waarin universiteiten samenwerken, Erasmus, Radboud, Universiteit Tilburg. Maar vandaag waren wij te gast op de VU. En daarom geven wij toch ook graag het VU-busje. Want de VU wilde ook altijd een maatschappelijke universiteit zijn en zich ook door de samenleving laten betalen. Daar is dit een symbool van, dus dat er gespaard werd voor de VU. Crowdfunding zou je vandaag de dag zeggen. Een hele nieuwe vorm van economie die eigenlijk daar toen al aan het ontstaan was. Dat wil ik graag als dank aan jullie allen aanbieden. Dank u allen voor uw aanwezigheid. Ik dank in het bijzonder Eefje de Gelder, die ook een hele centrale rol gespeeld heeft als projectcoördinator in de organisatie van deze dag ook. En ik nodig u hartelijk uit voor de borrel daarna, nadat we hen de geschenken hebben aangeboden. Dan kunt u dat met een applaus onderstrepen. En dan is daar de borrel waar u van harte voor bent uitgenodigd. Ja.